Summerfield, eerste directeur Stichting Radio Boskopu. Ivan Summerfield is de eerste directeur van de Stichting Radio Boskopu. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft hem op vrijdag 6 maart 2020 in die functie geïnstalleerd tijdens een korte ceremonie. Radio Boskopu maakte tot de verzelfstandiging vorig jaar deel uit van de afdeling voorlichting van RO. Summerfield heeft een achtergrond als mediapersoonlijkheid met voetsporen zowel bij de krant als bij de radio en televisie. Met de verzelfstandiging krijgt het station meer armslag om uit te groeien en zelfvoorzienend te worden. Hoewel de nieuwbakken directeur tot taak heeft ervoor te zorgen dat Radio Boskopu snel zal gaan verdienen, staat het ministerie voorlopig nog garant voor de nodige financiële middelen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.